Alles wat ik over COPD weet, is wat ik persoonlijk van dichtbij heb moeten meemaken. Het is een aandoening waarbij de longen niet meer goed functioneren. De desbetreffende persoon ervaart weinig of geen energie meer te hebben en natuurlijk niet goed te kunnen ademen, wat heel erg naar is. Je kunt van COPD niet genezen, je kan er alleen maar het beste van maken. Zo kan je op je gezondheid letten, wat dan een hele impact zal hebben op je levensduur en de functies van de longen. Soms is er echter niets aan te doen en is er sprake van nodige hulp, welke veel mensen niet kunnen verkrijgen door gebrek aan specialistische kennis. Ik weet dat de moeder van een vriend van mij COPD heeft en natuurlijk mijn opa Jan, die mijn tante Stana, vader Silvio, die ook COPD heeft, en mijzelf en een heel team geïnspireerd heeft om dit initiatief te nemen en ervoor te zorgen dat de mensen die hulp nodig hebben dit uiteindelijk ook kunnen verkrijgen in de vorm van een COPD gespecialiseerd verzorgingscentrum. Je sterft uiteindelijk aan de klachten die ontstaan door COPD. Als je gezondheid niet vermindert, kan je nog een lang pad bewandelen. Als dit echter niet zo is en je van stadium naar stadium in deze toestand springt, bestaat de kans al snel dat je overlijdt aan de verschrikkelijke klachten die COPD met zich meebrengt. Zo is mijn opa Jan ook heen gegaan, door gebrek aan juiste zorg, waardoor zijn conditie alleen maar verslechterde. Een COPD-patiënt heeft persoonlijke zorg nodig en vooral ook gespecialiseerde selectieve zorg. Dit houdt in dat het deskundige personeel bepaalde richtlijnen op moet stellen met de patiënten en andere specialisten om zo groot mogelijke vermindering van klachten en natuurlijk ook voor de mantelzorgers te voorkomen. Zodat de mantelzorgers nu echt tijd hebben om aandacht te besteden aan hun familie in plaats van aan de zorg. Wat mij op is gevallen is dat mensen er moeite mee hebben en er een gebrek aan kennis en ervaring is. Ik hoop vooral dat mensen zullen inzien dat COPD niet zomaar een hoesje is. Ik hoop dat mensen inzien dat wij dit niet alleen voor onze opa en vader Jan doen, maar vooral de COPD-patiënten die hulp nodig hebben in heel Nederland. Er lijden te veel mensen onnodig aan COPD en deze mensen verdienen zeker een extra schouder om op te leunen.